Happy Valentine! Hi! Hi Natural Beauties! Welkom terug op mijn YouTube channel. Vandaag heb ik een speciale gast erbij. Het is hij. Nee, B. Ja, ik ben Roberto Juval, a.k.a. DJ Burn, a.k.a. Mr. Wiwiri. Ja, ga maar. Lekker. Ik ben bij met Valentijn. We willen gewoon een leuke chit-chat met elkaar hebben, met jullie. Waarbij we dus gewoon een paar vragen aan elkaar zullen stellen. Als je wil zien welke vragen, of als je wil horen welke vragen die zijn, blijf het maar volgen. Natural beauty. Ja, vandaag is het een andersoortige vlog. Als je er voor het eerst bent, vergeet niet, klik hier beneden op subscribe. Hier beneden. Dan op die notification bell, dit hier. En dan word je dus geïnformeerd zodra ik een nieuwe video heb gepost. Je kan hem ook volgen op zijn YouTube channel. DJ Burn Suriname. Check het even, ik ga die link ook hier beneden zetten. Oké, let's get into it. Ready? Always. Oké, straight to the point. Bam! Eerste blam, vraag. Blam. Sorry. Oké, vraag nummer 1. Je moet niet spieken, hè? Wat trok je aan? Of laten we die mensen even een beetje van ons, over ons vertellen. Hoe lang zijn we al samen? Weet je het? Weet je hoe lang? 3+ jaar. Je weet niet precies. Ja, 3+, 3,5 ongeveer. Zo. Ah ja, je bent. Okay, je bent. Ja, we zijn al 3,5 jaar samen, ja. Klopt. Oké, mijn vraag aan jou. Wat trok je aan mij? Deze schoonheid. Doe nou. Oké. En je moet eerlijk zijn, hè? Ik ben altijd eerlijk. Ik ben iemand die meer op gevoel werkt, hè? Op gevoel. Als iets goed aanvoelt, dan ga ik ervoor. Maar dus een je spontaniteit, je... Spontaniteit? Je stralende lach. Je maakt je grap van dat ding, boy. Nee. Je bent serieus bezig. Ik ben serieus. Je stralende lach, je spontaniteit en je mooie benen. Ja, dat. Oké. Dus dat ik zo spontaan overkwam, maar goed. Van mij, dit was echt een moeilijke, want ik liked hem eigenlijk niet. Zegt, ik mis pa. Anyways, ik weet het niet, ik vond het fijn dat hij zo wat me aantrok. Hij is een doorzetter en ik doe van, hij is een strijder. He didn't give up en ik was van, oké. Als hij zo lang vecht, dan is hij wel echt geïnteresseerd. Dus ik dacht van, oké, let me give this a try. Let me give it a shot. Even een tweede vraag. Wil jij een vraag stellen? Ja. Wat is het? Dat is mijn vraag. Wat was de dealbreaker? Wat heeft gemaakt dat je hebt gezegd van, ai, hier wil ik zijn. Ja, dus nou, ja, oké, dus kijk wat was gebeurd. Eigenlijk had ik geen zin meer om iets te starten, want ik dacht van, het gaat het niet worden. Maar ik zei tegen deze fan dat ik echt nogal een religieus achtergrond heb. En ik weet het niet, avondje waren we in de auto. En ik zei van, hey, weet je, dit gaat niet werken, en zo en zo en zo. En de volgende dag, het was toevallig een zondag. Stuurt deze dude een app van, hey, ik ben in de kerk en jij bent er niet. Ik dacht van, huh? Ben je voor mij naar de kerk gekomen? Ik dacht van, oh, oké. Ik ben opgestaan, want ik zou die dag niet naar de kerk gaan. Ik ben opgestaan en ik ben in de kerk beland. En hij was werkelijk daar. Dus dat was echt een dealbreaker voor mij. Hij zei van, oké, voor jou heb ik het veroverd. And I really appreciated that. Check me. Voor jou? Heb je wel een antwoord bij jou? Ik heb altijd een antwoord. Ja, toen ik in de kerk was, was het voor mij al helemaal gedaan. Hè. Was het voor mij helemaal duidelijk. Nee, eigenlijk vanaf
vanaf de eerste keer. Vanaf de eerste keer dat we samen waren. Echt gewoon samen. Kan je dat nog herinneren? Ja. Oh, sorry. Was direct 100. Ik heb het meteen aangevoeld, die vibe, hè? Die vibe. Weet je wel wat de eerste keer was? Ja. Wanneer de eerste keer was? Wanneer? Ja. De eerste keer dat we over de brug zijn. En toen wist ik direct van, hey, nou, dit gaat sowieso wat worden. Mm. Ja. Een brugtory. Maar goed, we laten dat misschien voor straks. Één of twee minpuntjes. Of één of twee dingen waarvan je zou zeggen, hey, dat kan ze een beetje beter doen of aanwerken of zo. Niet dat je zegt van, hey, je waardeert of je accepteert de persoon niet, maar wat zou je aan mij zeggen van, hey, zin? Daarom kan je een beetje meer gaan werken of daarin schiet je tekort. And I'm not feeling offended. Ja, eerlijk? Ja, eerlijk. Wat? Soms te snel boos. Je denkt van, hè? Om dit ding word je boos? Dat is het enige waarop ik hem kan komen. Dat is het enige. Ja, dat me soms hindert. Of wat me soms bezighoudt. Van, hè? Dat je dat. Ja, heb ik ook iets? Ja, natuurlijk! Aboy Jacob! Oh my gosh! If you're my man, it's tanga. Ama it's tone. Roberto is koppig on a whole nother level. Roberto is steenbok. Misschien, wacht even, ik heb ook een oom die steenbok is. Zijn lief, hè? Ze weten het altijd beter en zijn koppig. Altijd uit te leggen, altijd zoveel uit te leggen. En zijn gewoon koppig. Je zegt ze, Roberto, die pet is rood. En Roberto gaat je manier proberen, een manier zoeken om je te overtuigen dat het eigenlijk niet rood is, maar het is rood. Maar hij zegt, nee Roberto, het is rood. En later ga je toch weten dat het rood is, maar je gaat niet toegeven. Of in de minste gevallen. Je bent koppig. En ik word werkelijk soms wel snel boos. Ja. Ja, ik ben eerlijk. Ik zei één of twee. Dat is het. Zo koppigheid. Echt. Oh ja, nog iets. Wijsheid noemt men dat. Nee, koppigheid. Wijsheid. Mag ik praten? Ja, sorry. Als deze man iets in zijn hoofd heeft gezet, gaat niemand op deze aardbol of van gedachten kunnen veranderen. Klopt dat? Ja. Klopt dat? Iemand kan het wel. Als hij bijvoorbeeld even zegt, hey, ik heb een leuke box gezien voor mijn job of zo. En ik zeg van Bert, we kunnen het misschien even niet te vorderen. Ik hoef mijn stem niet te verspillen of mijn tijd. Want hij heeft het alleen zo gezegd, op een of andere manier gaat hij het kopen. En wat ik ook zeg, het gaat gekocht worden. Klopt dat? Ja. Anywho, vraag nummer hoeveel? 3 nog? 4. Of 4, sorry. Oké, okay, ik denk dat jij deze vraag mag stellen. Oh. Ja. Helemaal, laat mij. Oké, wat zou je anders willen? Dat is niet de vraag. Deze volgt toch? Ja. Maar je wilt dan beginnen? Ja. Oké, okay. Sorry. Ja, dit is de laatste toch? Oké, dat is goed. Ja. Zie je, hij stemt niet eens af. Hij heeft iets in zijn gezegd. Oké, sorry. Is er wat dat je graag zou willen geven aan mij? Mm-hmm. Dat je helaas niet kan geven? Ja, toch wel. Ja, dat ik denk dat dit een van de... Ja. De meeste mensen zullen dat misschien hebben, is ja, geld. Worden vol aan geld. Maar deze man, soms zie je hem echt gewoon bezig in zijn, met zichzelf. En ik weet dat hij altijd bezig is met plannen. Hoe kan je beter geld, hoe kan hij beter gaan verdienen of nog meer.
Dus een van de dingen zou sowieso zijn geld, heel veel geld. Zodat hij zijn plannen, zijn wensen tot een... Wat is dat? Wensen tot de realiteit, no? Anyways, zodat zijn hartsverlangens zijn doelen kan realiseren. En het tweede ding is een woning op zijn naam of onze naam, onze eigen plek. Ja, dat, die twee dingen. Jij? Oké, okay, leuk. En leuk. Er is niets. Je kan me alles geven. Weet je waarom? Je wilt mijn antwoord gewoon overtreffen. Nee. Weet je waarom? Ik luister. Alles op zijn tijd. En zolang ik nog leef, ga ik je alles kunnen geven wat ik je graag wil geven. Dat is goed, hoor. Ja. Dat is goed. Ik waardeer dat. Ik zou je ook alles willen geven, maar ik weet dat je nu geen 1 miljoen kan geven. Volgende week misschien wel. Oké, mogen je woorden zegen zijn. We spreken het into existence. Misschien krijgen jullie een deel van het geld. Om te weggeven. We gaan sowieso een sociaal project doen. Oké, en moet ik deze vraag stellen? Ja, normaal. Dus, vorig jaar, 2020, ja toch? Het jaar is snel voorbij. Ja. Hij werd in 2020 35 jaar. Ik weet niet of jullie die video hadden gezien. Hij had een soort surprise birthday. Als je die video niet hebt gezien, ga ik het hierboven linken. Maar... tijdens die surprise had hij een hele twist. En dit is weer wat ik zei. Als hij iets in zijn hoofd heeft gezet, gaat hij het doen wanneer hij het wil doen. En hij gaat het doen. Dus. Maar op die dag kreeg ik ook gewoon een surprise. En er werd geproposed. Dus mijn vraag aan hem is... wat had ze toen weer gezegd? Why did you propose? Waarom heb je me gevraagd om het hand? Om de hand. Om jouw hand. Sorry. Ja, zo, dat wil ik eerder zeggen. Ik ben iemand die werkt met gevoel. Hè? Het gevoel. En ik vond de periode gewoon goed. Ik voelde me goed. Ik voelde gewoon aan van één. Nou, met jou wil ik mijn leven lang zijn. Je bent een goed mens. Je ondersteunt me waar je kan. We hebben ruzies, maar uiteindelijk komen we sowieso eruit. En belangrijk voor mij is dat we toch wel weten dat we weten waar we naartoe willen gaan. En we werken er beide hard aan. Ja, dat is waar. Dus, zo, dat is het zo'n beetje. En waarom heb jij ja gezegd? Want je kon ook niet zeggen. Vriendin van me zei, je moest voor de lol gewoon zeggen nee. Zou ik lappen, hè? Hey, stel je voor, want iedereen, als familie en kennissen waren daar, stel je voor als ik nee had gezegd. Hey, goed voor de joke, zo grappie. ja, het is geen, trouwens voor jou is het geen nieuws. Vanaf dag 1 ben ik altijd open geweest en duidelijk dat ik dat als doel heb. Dat ik graag dus wil trouwen. Want ik vind als je in een relatie bent, moet je een goal hebben. En dat was een van mijn verlangens. Dus dat ik zo'n man vind of zou vinden die ons waardeert. En die dus mij als een vrouw uiteindelijk zou willen hebben. En met wie ik dus kinderen zou kunnen... krijgen. Dus toen je het vroeg, ik moest eerlijk zijn, ik dacht het nooit zou komen. Wat een boy, dit is mooi. Maar ik was stom verrast. Ik zag dat helemaal niet aankomen. Helemaal niet. Anywho. Vol verrassingen. Nou ja. Het was een aangename verrassing. Oh ja, als jullie die video hebben gezien. Ah, wil je dit creëren? Sorry, dat zullen we zelf zien, hè? Het gaat niet helemaal niet uit. Maar goed, dat waren gewoon enkele vraagjes die we gewoon aan elkaar wilden stellen. Of gewoon ook met jullie wilden delen.
En nee, dit is niet om gewoon geweldig te doen. Elke relatie heeft zo ups en downs. En dit, dat hebben wij ook gehad. Krijgen we nog steeds meningsverschillen. Ruzies of ruzieën. Maar ja, het maakt je alleen maar sterker. En als die liefde groter is dan alle obstakels, dan kom je sowieso bovenop. Dit was het voor deze vlog. Ik wens iedereen een fijne Valentijn. Wie erin gelooft of wie het viert of wat dan ook. Dit was onze manier om het met jullie te delen. Als jij ervan hebt genoten. Klik like. En vergeet niet. Subscribe. Dat was het voor deze vlog. Happy Valentine namens My Natural Beauty en DJ Burn. Tot de volgende keer. Bye. Bye.